Wat krijg je als je de Xbox One controller kruist met de PlayStation 4 controller? Juist, de PlayStation 5 controller. Jongens, gisteren vanuit het niets deed Sony in één keer de DualSense PlayStation 5 controller uit de doeken. En ik moet zeggen, ik dig het design heel erg. Hij ziet er heel erg spacey uit. Doet heel erg Detroit Become Human-achtig iets aan. Ik dig het wel. Twee kleuren, zwart en wit met elkaar gemengd. Betekent dat we ook een zwart-witte PlayStation console gaan krijgen? Ik weet het niet. Hoe dan ook, ik was er erg tevreden over. Maar vooral over een aantal dingen die de controller met zich meebrengt. Waaronder het feit dat hij gewoon een stukje chunkier is. De Xbox One controller is wat mij betreft altijd al de beste controller aller tijden geweest. En het is goed om te zien dat de PlayStation 5 controller langzaam een beetje die kant op beweegt van de Xbox. Iets meer ergonomisch, iets groter. Dat past ook wat beter bij mijn handen. Maar wel nog steeds de klassieke PlayStation layout. Dat betekent met twee control sticks onderin en de D-pad links bovenin. Ik ben meer een fan van dit. Van deze asymmetrische thumbstick layout. En dat heeft ermee te maken dat het voor mij gewoon natuurlijker aanvoelt. Maar whatever, dat is personal preference. Een aantal dingen die de PlayStation controller gaat doen. Haptic feedback. We hebben het er al eerder over gehad natuurlijk op GameKings.tv. Maar het is een goed moment om het weer heel even aan te halen. De PlayStation 5 controller gaat gebruik maken van haptic feedback. Dat is een soort evolutie op de rumble feature die je kent van de PlayStation 1, PlayStation 2. PlayStation 3 zat hier er op het begin niet in, weet je nog? Toen was het de 6 Axis controller. Later kwam de DualShock 3 controller en toen had hij wel rumble. Maar haptic feedback kan je denk ik best vergelijken met Nintendo Switch's HD Rumble. En het zorgt gewoon voor dat je veel gedetailleerdere feedback krijgt met alles wat je doet in een game. Bijvoorbeeld de terugslag van een geweer, dat je dat wat meer kunt voelen. Kleine voetstapjes, dat je dat kan voelen of whatever. Het is gewoon meer gedetailleerd en ik ben vooral heel erg benieuwd wat de developers daarmee gaan doen straks. Ik zie vooral heel veel mogelijkheden bij shooters, maar ook bij racegames. En dan komen we gelijk op het tweede gedeelte en dat zijn de triggers. De triggers zijn reworked en ook daar hebben ze een klein beetje afgekeken van de Xbox One controller. Want de Xbox One controller heeft natuurlijk al een tijdje force triggers. En die force triggers zijn niet revolutionair, maar zeker evolutionair. En het zorgt er gewoon voor dat je ook daar weer wat meer feedback informatie terugkrijgt over het type de game dat je speelt. En nu zou je dus ook bijvoorbeeld bij shooters kunnen doen alsof de trigger daadwerkelijk een trigger van een gun is. Maar wanneer je een race game speelt, dat je daadwerkelijk een gaspedaal trapt, dat het zo voelt, dat je wat meer weerstand hebt. Bijvoorbeeld bij de Xbox werkt het ook heel erg goed wanneer je te hard op de rem trapt. Voel je gewoon dat de remmen blokkeren en allemaal vanwege die force triggers. En de PlayStation gaat dat nu dus ook krijgen. Een goede stap vooruit vind ik. Een ander ding dat ze gaan doen, ik pak heel even gewoon hier mijn iPad erbij. Want daar staat hij natuurlijk, de PlayStation 5 controller. Is dat hij een microfoon gaat hebben. En misschien zag je al een klein beetje onder het PlayStation logo hier in het midden. Een microfoon met een mute knop en we moeten natuurlijk gaan zien hoe ze dat uitwerken. Maar ik ben daar best wel excited voor. De PlayStation 5 zou een aantal weirde shit gaan doen met machine learning. En dat je ook tegen je game kan gaan praten bij wijze van. We weten nog niet precies hoe dat uitgevoerd gaat worden en we zien wel wat de toekomst brengt. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon gebruiken voor party chatting. Ik ben heel benieuwd hoe goed deze microfoon zou zijn. Hij moet natuurlijk super directional zijn. Dus dat hij niet het geluid van je tv of je speakers oppakt. Maar juist echt van degene die de controller vast heeft. Dat zal nog wel een probleempje worden. Maar daar, ik kan er niet anders omheen dan dat Sony daar natuurlijk ook over heeft nagedacht. Dus ik vind het een goede stap vooruit. Ik vind die oortjes in doen altijd kut. Ik vind het kut om een headset op te doen terwijl ik gewoon een goede surround set hier thuis heb. Dus ik hoop dat het een stukje toffer en een stukje makkelijker maakt. Een ander ding wat we hier zien, en ik vind het gewoon sexy, het doet verder niks heel bijzonders. Maar de PlayStation knop in het midden, het is geen ronde knop meer, maar het is gewoon het PlayStation logo wat verzonken is in het controller design. En ik vind het er vrede uitzien. De options knop is veranderd voor een menu knop, zoals je hier kunt zien. Wat daar de veranderingen precies in gaan zijn, weten we ook nog niet zo heel erg goed. En de share knop hebben ze ingeruild voor de create knop. En ook daar weten we nog niet zo heel erg veel van. Sony pioneerde natuurlijk tijdens PlayStation 4 met de share knop op de DualShock 4 controller.
Het is een regelrecht succes gebleken. Xbox heeft er daarna ook op gepikt. Het zit zelfs trouwens op de Xbox Series X controller, een share knop. En het lijkt erop dat ze dit gewoon weer gaan uitbreiden. Ik ben benieuwd wat voor features ze daaraan toe gaan voegen. Sony heeft beloofd daar in de toekomst op terug te komen. Dus nou, kom maar op. Al met al jongens, ik ben behoorlijk enthousiast over deze controller. Hij ziet er echt tof uit. Hij lijkt ook fijner in de hand te liggen. En dat heeft er meer mee te maken dat het dus meer op Xbox controller lijkt. Dat ligt mij gewoon over het algemeen wat beter. En ik ben ook best wel excited voor de colorway. Het is niet voor iedereen. Ik zag de reacties al op Twitter. Er is wat verdeeldheid over of het nou mooi is of niet. Ik vind het in ieder geval mooi. Laten we wel hopen. Want dit kan twee kanten op gaan. Hè? Als de PlayStation ook zwart-wit is in deze design-esthetiek, dan kan ik me voorstellen dat het kietjerig kan geworden. Ik kan me voorstellen dat het net te veel op speelgoed lijkt. Maar Sony heeft in het verleden meer dan eens bewezen dat ze design vaker juist hebben dan flinke failures maken. Ik vond hun laptops vond ik altijd de allermooiste. Ik vond de PlayStation 2 console vind ik nog steeds de allermooiste console aller tijden. En ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het qua design goed gaat komen. Nu alleen nog qua koeling. En om even af te sluiten, de DualShock 1, 2 en 3, die waren een kleine evolutie op het originele design. PlayStation 4 deed al wat nieuws, maar eigenlijk was dit de PlayStation 3 controller. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, tijdens de reveal van de PlayStation 3 zagen we een zilveren PlayStation 3. En weet je nog, die soort grill achter het Tossie-apparaat, wat het ook was. En daar zat oorspronkelijk deze controller bij, de banana controller, de boomerang controller. En Sony is hier destijds toen ontzettend onbelachelijk gemaakt en heeft deze controller nooit zo uitgebracht bij de PlayStation 3. Die hebben snel teruggegrepen naar PlayStation 2 design en daar gewoon het draadje ervan afgeknipt en dat werd toen de PlayStation 3 controller. Maar never forget de boomerang controller jongens. Wat vinden jullie ervan?